Welkom beste kijkers bij deze vijfde en alweer laatste aflevering van Keuzes in de Laatste Levensjaren. Wij gaan het deze uitzending hebben over een toch een heikel onderwerp voor heel veel mensen. Maar het hoort er ook bij, euthanasie. Dan gaat het natuurlijk toch om het directe einde van het leven. En u weet, in deze afleveringen hebben wij het tot nu toe altijd gehad over de laatste jaren van het leven. En dan gaat het om vragen als, hoe moet het nu nog straks als ik bepaalde dingen niet meer kan? Wie treedt voor mij op? Wat moet ik regelen? Hoe kan ik dat regelen? Wat kan ik vragen? Wat kan ik eisen? Maar nu het over euthanasie gaat, gaat het natuurlijk ook over andere vragen. Dan is de vraag wat kan ik en wat moet ik, is eigenlijk vervangen door wat wil ik nog, wat kan ik nog, wat moet ik nog. En de antwoorden daarop zijn dan ook heel vaak nee, ik wil niet meer, ik kan niet meer. Daarover gaan we weer praten met Dorothea Touwe, onze vaste onderzoekster en ook wel docenten medische ethiek en gezondheidsrecht aan het LUMC. Dorothea, welkom. En Philomeen Wijnborg. We gaan het straks uitvoerig hebben over hoe het bij jou allemaal zo gekomen is. In ieder geval alvast hartelijk welkom. Ja, als het gaat over euthanasie, dan is de eerste vraag aan Dorothea. Waar praten we dan precies over en waar praten we dan niet over? En om wat voor impact gaat eigenlijk dat onderwerp? Dankjewel, Tom. En wat fijn dat u wederom kijkt naar deze aflevering van Keuzes in de Laatste Levensjaren over inderdaad een ingewikkeld onderwerp wat echt een beetje buiten al die andere dingen staat. In die zin, wat euthanasie, dus het actief het leven beëindigen van een patiënt op diens verzoek, echt iets is wat buiten het gebruikelijke vak van artsen valt. In ieder geval zo apart is of zo bijzonder is dat er aparte regels voor zijn en zelfs een aparte wet voor is. We hebben het in de vorige aflevering gehad over allerlei medische beslissingen in die laatste fase of rond het levenseinde die wel degelijk onderdeel waren van het reguliere medisch handelen. Maar euthanasie is wel een hele bijzondere daarbij. En daar gelden dus speciale regels voor en een aparte wet. We hebben het er ook vaak over in Nederland. En je zou bijna gaan denken van nou, heel veel mensen in Nederland gaan dood door euthanasie. Dat is niet zo. Dus ik wilde graag even met u kijken naar een overzichtje van de aantallen van hoeveel mensen er doodgaan in een jaar in Nederland gemiddeld en hoeveel mensen dan doodgaan aan euthanasie. En daarvoor hebben we een taartdiagram en de grote taart daarvan is alle sterfgevallen in 2019. Ik heb die cijfers even genomen. Het totaal is 151.793 sterfgevallen in 2019. En dat kleine taartpuntje wat u daar ziet, dat zijn de mensen die stierven na euthanasie. Dat zijn er 6361 en wel 4,2% dus. Dat is dus eigenlijk best wel weinig. Kijken we dan naar wat voor aandoeningen mensen hadden als ze vragen om euthanasie, dan is het voor het grote merendeel mensen met kanker. Dat ziet u op de volgende dia. Daar ziet u dat kleine taartpuntje onderverdeeld. Het ene taartpuntje is die 4100 gevallen van euthanasie wanneer mensen als ziekte kanker hadden en de andere 2261 zijn mensen die een andere aandoening hadden dan kanker. Dus dan kunt u denken aan neurologische ziekte of COPD of hart- en vaatziekte of dementie, psychiatrische aandoeningen. Dat zijn echt heel veel kleinere aantallen, die laatste twee. Krijgt dan iedereen die kanker heeft en aan kanker sterft euthanasie? Je zou het bijna denken, maar ook dat is niet waar en dat zien we op de volgende dia. Daar ziet u die hele grote donkere taartpunt. Dat is iedereen die sterft aan kanker in 2019. Dat zijn er 46.864. Ik moet wel even spieken hoor. Dat zijn dus mensen die sterven aan kanker zonder euthanasie. En dat zijn er dus heel wat meer dan die 4100 die kanker hadden en euthanasie kregen. De conclusie is dan ook dat euthanasie een aandachtstrekker is. Dus we praten er heel veel over, maar in aantallen is het eigenlijk een kleine eend in die bijt. Maar
Het is ook wel begrijpelijk dat het zo'n onderwerp is waar we veel over praten. Want het is natuurlijk wel grensoverschrijdend. Het is een uiterst fundamentele regel in onze samenleving dat je niet iemand anders doodmaakt. En dat is wat hier wel gebeurt. Een arts maakt de patiënt dood op dienstverzoek. Het is wel zo grensoverschrijdend en zo bijzonder dat daar dus een aparte wet voor is. Dat we ook zeggen, het is iets waar een arts een hele grote eigen ruimte heeft om te besluiten of ze dat wel wil doen of niet wil doen. Dus je kunt ook als arts zeggen, ik heb hier principiële bezwaren tegen. Of ik heb gewetensbezwaren, ik wil dit niet doen. Of bij deze patiënt zie ik het niet zitten. Op een of andere manier denk ik, bij deze patiënt is het niet goed, ik wil het niet doen. En dat is wat anders dan al die andere soorten zorg waar we het al over hadden. Je kan niet zeggen als arts, ik ben principieel tegen pijnbestrijding. Ja, patiënt moet gewoon pijnbestrijding krijgen. Maar je mag wel zeggen, ik doe geen euthanasie. En dan is het dus de kunst, als een patiënt echt wel heel graag euthanasie wil, te kijken hoe het geregeld kan worden dat die patiënt wel verder geholpen kan worden. Kom ik zo nog even verder over te spreken. Nu even over de definitie van euthanasie. Waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over actief het leven beëindigen van een patiënt op dienst, vrijwillig en weloverwogen verzoek. En dat is cruciaal aan die definitie van de situatie in Nederland. Euthanasie is niet iets wat iemand anders voor je besluit. Dat doe je zelf. Het kan dus niet zo zijn dat een naaste zegt, ah maar nee, nu is het echt wel het einde gekomen. Nu zou ze maar beter af zijn als ze dood was. Dus het is echt op verzoek van de patiënt zelf. Het is trouwens ook anders dan in de diergeneeskunde. Als u uw hond of uw poes heeft moeten laten afmaken, dan krijgt u van de dierenarts een rekening voor euthanasie. En dat klopt dus niet. Dat wil zeggen, als het gaat om mensen, is euthanasie voorbehouden voor mensen die daar zelf om vragen. En daarover na hebben gedacht en met wie het gesprek daarover gevoerd kan worden. Of met wie het gesprek daarover is gevoerd en ze het uitgebreid opgeschreven hebben. En dankzij het feit dat ze het hebben opgeschreven, daarover gedacht wordt of ze in de situatie waar ze nu in zitten, euthanasie zouden kunnen krijgen. Dus daar refereer ik aan, euthanasie bij dementie. En dat is wel weer zo ingewikkeld onderwerp dat ik dat even parkeer. Want daar zouden we zo weer nog een aflevering over kunnen vullen. Actieve levensbeëindiging dus. Op verzoek, vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt. En daar is dan een wet voor waar allerlei hele duidelijke regels in staan. Wanneer het mag. Want het doden van die patiënt door de arts staat nog steeds in het wetboek van strafrecht. Dat is daar niet uitgehaald. Staat er nog gewoon in. De enige is dat er staat in uitzonderingsgevallen mag een arts dat doen. En dan wordt er verwezen naar die aparte wet. Het voordeel van die duidelijke regels is dat we heel duidelijk hebben wanneer het mag en wanneer het niet mag. Dat artsen dus een beroep kunnen doen op anderen om advies te krijgen. Dat je een lering kan trekken uit de ervaring van anderen. Dus dat er heel veel duidelijkheid. Het hoeft niet stiekem met de gordijnen dicht en de deur dicht. Maar het kan dus in openheid besproken en dan op zo'n goed mogelijke manier. Dus daar is een boel expertise over. Cruciaal, zei ik al, is die stem van die patiënt. Het verzoek van die patiënt om euthanasie te willen. En er is nog meer stem van de patiënt in het geheel. Want het mag ook alleen wanneer er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Uitzichtloos betekent dat er geen andere mogelijkheid is om het lijden van de patiënt te verhelpen. Dus er zijn geen andere medische behandelingen meer mogelijk of aanvaardbaar. En ondraaglijk is natuurlijk bij uitstek iets voor de individuele beleving van die patiënt. De patiënt moet dus ook aan de arts duidelijk kunnen maken dat ze ondraaglijk lijdt. En ook daar zie je weer een soort van veiligheidsclausule erin. Iemand anders kan dat niet voor die patiënt beslissen. Die patiënt zelf geeft aan, ik wil dood en wel hierom. Het leven bestaat voor mij alleen uit ondraaglijk lijden. Nou is de stem van de patiënt cruciaal, maar de regeling is geformuleerd vanuit het perspectief van de arts. En dat is ook wel weer begrijpelijk, want als iemand dood is, kan hij er niet voor op het matje worden geroepen. En het is de arts die de patiënt dood maakt, die de grens oversteekt van wat we in het wetboek van strafrecht hebben staan. Dus die arts moet zich kunnen verantwoorden. Die moet kunnen duidelijk maken waarom ze er echt van overtuigd was dat dit de beste zorg was die ze aan de patiënt kon geven. En daar krijgen we nu een klein filmpje over waarin een arts beschrijft hoe dat is om dat te doen.
Als oncologisch chirurg in het kader van die patiëntgroep heb je veel te maken met de vraag om euthanasie. Want helaas is kanker een aandoening waar je frequent mee geconfronteerd wordt dat die niet te genezen valt. En in dat kader heb ik er vrij veel voor een specialist mee te maken gehad. Het is natuurlijk moeilijk voor iemand om dat te vragen. Ik denk overigens dat als iemand vraagt om euthanasie, dat hij dan niet dood wil. Maar hij wil zijn lijden kwijt. En dat is heel begrijpelijk, want niemand wil echt dood. De zaagkracht van het leven is zo groot. Maar er zijn mensen die zeggen, ja, ik wil wel, maar ik kan niet meer. En dan is het heel, vind ik, arrogant om te zeggen, nou, je leidt nog maar even door. Nee, dat moet je niet doen. In Nederland wordt euthanasie vooral natuurlijk door huisartsen gedaan. Maar ook een aantal specialisten doen dat. En ik deed dat ook. En op een gegeven moment zelfs bij mensen thuis, in overleg met de betreffende huisarts natuurlijk. En wat ik ook altijd heb gedaan, en de ervaring, dat vroeg u, is positief altijd. De mensen zijn, ik zou durven zeggen, krulgelukkig. Als blijkt dat je luistert naar ze en ze serieus neemt. En ook die wens, waarvan ik eerder zei, ze willen niet dood, maar ze willen het lijden kwijt. En als je daaraan kan gaan voldoen. En wat ik prettig vond, deed ik ook altijd met een oncologieverpleegkundige. Samen naar de patiënt toe gaan en dan de euthanasie uitvoeren naar uitleg natuurlijk. En dat principe van het samen doen is ook een principe wat we in de levenseinde kliniek hebben als uitgangspunt genomen. Een arts gaat met een verpleegkundige er naartoe. En die verpleegkundige die mag geen daadwerkelijke euthanasie plegen natuurlijk, maar die kan die arts helpen, die kan de familie bijstaan. En ook de arts en de verpleegkundige kunnen naar de euthanasie toe met elkaar praten. En ik denk als je over dingen praat, dat je er vanzelf ook beter over gaat nadenken. Daarom is het verstandig om het niet in je eentje te doen. Zoals het vroeger wel moest, hè, toen het nog niet wettelijk mogelijk was. En je het, wat ik ook heb gedaan, echt stiekem moest doen. Maar wat ik altijd heb ervaren bij die euthanasie, dat het niet het moeten doen is, maar mogen doen. Zo zie ik dat. Mensen zijn erg dankbaar ervoor. En je doet iets heel nuttigs voor ze. Euthanasie is voor artsen dan ook heftig om uit te voeren. Een dankbare taak, maar ook wel een hele zware taak. En voor sommige ziekten is het dan nog wel over ietsje makkelijker dan voor andere ziekten. Wanneer iemand kanker heeft en daaraan dood aan het gaan is en zegt, mag ik alsjeblieft dat laatste stukje niet meemaken, dan kan je met die patiënt daar zelf over praten. Maar als iemand dementie heeft, kan dat ingewikkelder zijn. Of wanneer iemand een psychiatrische ziekte heeft. Dus het komt wel voor dat artsen zeggen, die euthanasie bij een ziekte als kanker, die doe ik, maar die andere vind ik te ingewikkeld. Of daar heb ik hulp bij nodig. Nou hebben we in Nederland sinds 2012 de Stichting Levenseinde Kliniek. En sinds een tijdje, een paar jaar geleden, zijn ze omgedoopt tot Expertisecentrum Euthanasie. En daar werken artsen volledig binnen de regels die de wet stelt. In mobiele teams, waarbij ze bij een patiënt thuis kunnen komen. En dus de eigen arts kunnen bijstaan en adviseren. En soms ook de euthanasie kunnen overnemen in ingewikkelde situaties. Of, wanneer een patiënt en een arts het niet eens kunnen worden met elkaar, kan een patiënt zich wenden tot het expertisecentrum euthanasie en zeggen, ik wil heel graag euthanasie, kan iemand van jullie mij helpen? Wanneer een arts euthanasie uitvoert op verzoek van de patiënt, dan moet ze daar verantwoording afleggen, daarover, een keer vooraf en ook achteraf. Voordat de euthanasie wordt uitgevoerd, raadpleegt de arts een onafhankelijke ander, ook een arts, een zogeheten scanarts. En die letters staan voor steun en consultatie bij euthanasie in Nederland. En die scanarts die krijgt het dossier te lezen van de patiënt en komt ook bij de patiënt zelf op bezoek en praat met de patiënt en beoordeelt in hoeverre aan alle zorgvuldigheidscriteria is voldaan. Dus dat is de toets vooraf. Er is ook een toets achteraf. Nadat de euthanasie is uitgevoerd, stuurt de arts via de lijkschouwer het euthanasiedossier naar een regionale toetsingscommissie euthanasie. En daar zit dan ook het rapport van de scanarts bij en allerlei andere informatie. En die commissie die oordeelt dan in hoeverre aan alle eisen van de wet is voldaan. Dus er is een heel zorgvuldige praktijk van beoordeling vooraf en toetsing achteraf. U hoort het al wel, het is een gewichtige en ingewikkelde beslissing. Het is natuurlijk het verzoek van de patiënt, maar het is ook echt een
beslissing voor een arts om daar aan mee te willen werken. En daarom is het ook goed om te weten dat die wens van die patiënt natuurlijk essentieel is, maar dat het uitvoeren van de euthanasie een daad van goede zorg is door de arts. En dat betekent dus ook dat je het niet kan afdwingen als patiënt. Je kan erom vragen, maar het is geen recht waar je een beroep op kan doen. Het is een daad van goede zorg van de arts. En dat moet dus in een uitgebreid gesprek samen. Onze afleveringen gingen over nadenken over de laatste levensjaren en wat je daarin zou willen en wat je daar niet zou willen. En daarvoor zeiden we steeds, praat daarover. Praat daarover met uw naaste en praat erover met uw huisarts. Als u nu denkt, euthanasie is misschien ook wel iets waar ik in de toekomst heel misschien wel een beroep op zou willen doen, dan wil ik u aanraden om ook daarover met uw huisarts te gaan praten. Want het is goed om te weten of uw huisarts daarvoor open staat. Of die daar principieel toe bereid is, of dat liever niet wil. En dan zou u andere stappen kunnen overwegen. Maar ook om samen te praten over hoe schrijf je dat op wat je zou willen. Die wilsverklaring waarin je behandelingen kunt weigeren. Maar ook wanneer je een euthanasieverklaring wilt opschrijven. Wanneer je dus op papier wil zetten, ik zou misschien in de toekomst bij zo en zo'n soort situatie wel euthanasie willen hebben. Want dat ondersteunt uiteindelijk uw verzoek, mocht het zover komen. En het is goed om daarover te praten met uw huisarts, om te horen wat een goede formulering is, waar die huisarts mee uit de voeten kan. Dus, spreek over dit soort dingen met uw huisarts, met uw partner, met uw naaste, misschien zelfs wel met uw vrienden. Hoe duidelijker is wat u wil, hoe meer kans er is dat het goed gaat op het moment dat het erop aankomt. Ja, dankjewel Dorothea. Wij hebben hier met heel veel belangstelling naar geluisterd, maar met niet veel minder belangstelling zullen we gaan luisteren naar Philomeen Wijnborg. Jij bent hier geïntroduceerd als scanarts, maar van huis uit, zal ik zeggen, kom je vanuit een andere discipline. Inderdaad. Ik ben gynaecoloog. Ja. En heb jaren binnen het LUMC ook gewerkt. En eigenlijk, denk ongeveer 10 jaar geleden, mm-hmm. Kwam ik via een stukje wat ik in Medisch Contact las, werd mijn aandacht getrokken op scanarts, mm-hmm. Dat je dat kon worden. En ik dacht, dat is misschien wel iets voor mij. Wat is een scanarts nou precies? Nou, wat Dorothea net ook al zei, het is een arts. Ik noem het altijd een tweede mening dokter bij euthanasie. Wat je scant staat voor steun, consultatie bij euthanasie in Nederland. Okay. Dat is de afkorting. Dat is de afkorting. Je wordt als arts opgeleid. Je volgt in totaal 3 opleidingsdagen, 2 dicht op elkaar en een derde na een half jaar. En dan word je in de problematiek en de zaken opgeleid. En euthanasie mag niet worden verricht zonder dat er een scanarts bij is gekomen? Het mag wel. Je mag het wel doen als behandelaar. Hè, als, ja. Maar dan weet je zeker dat de regionale toetsingscommissie waar Dorothea het over had, die achteraf beoordeelt of de euthanasie zorgvuldig is gedaan, dat die regionale toetsingscommissie een vraag aan je gaat stellen. Een vraag, maar je bent dus niet op voorhand al schuldig als je niet een scanarts inschrijft. Nee. Nou, er is, staat in de wet, is een van de eisen, dat je een onafhankelijk arts moet hebben ingeroepen voor advies en die moet de patiënt ook zelf hebben gezien. En dat is een harde eis. Als je daar niet aan hebt voldaan, dan krijg je een onzorgvuldig aan de broek en dan wordt het doorgestuurd, het dossier, naar het OM, naar de inspectie en dan heb je wel kans op... En een scanarts... Maar een scanarts die beoordeelt dus eigenlijk of de vraag en de wens van de patiënt of die terecht is en of de arts... Zoals ik het aan mensen uitleg waar ik op bezoek kom in dit kader, is dat ik beoordeel of de situatie waarin de patiënt met zijn arts, degene die mij in consult heeft gevraagd, of die situatie voldoet aan de eisen die de wet stelt. Ja. En dan komen we op die verschillende onderdelen daarvan. Begrijp. En kan je het volgen dat de arts die we zojuist in het filmpje hebben gezien, dat die zegt, het gaat er niet om dat mensen dood willen. Ze willen van het lijden af. Ze willen van de pijn af. Ja.
Dat ja, herken dat, jij ook? Ja, van hun lijden. Ze willen, laat ik het zo zeggen, het, tegen de tijd dat je ja, iets onder de leden hebt of een ziekte hebt die last veroorzaakt, lijden veroorzaakt, blijkt dat je steeds, iedere dag weer, een grens overschrijdt of een stapje verder gaat. Ja. Want eigenlijk wil niemand dood. Nee. Totdat er een moment is dat ja, de weegschaal eigenlijk de andere kant op gaat. Ja. Dat het leven wat je leidt meer lijden is dan leven. Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Komt dat wel eens voor? Komt het vaak voor dat je op bezoek gaat en zegt, nou nee? Nee, dat komt niet zo vaak voor. Oké. Okay. Nee, de consultvrager weet ook waar welke eisen er zijn om de euthanasie te kunnen uitvoeren. Dus de zorgvuldigheid wordt bijna nooit geweld aangedaan? Nee, soms heb je wel dat je concludeert dat het nog niet voldoet aan de zorgvuldigheidseisen. Ja. En dat heeft dan vaak te maken met dat op het moment dat ik op consult ben, op bezoek ben, dat het lijden nog te dragen is. Te dragen. Maar dat je weet dat in de komende weken, misschien maanden, dat dat wel eens kan veranderen. Zijn misschien het, de ziekte. Zijn er droevige bezoeken die je moet afleggen? Soms wel. Heel vaak zijn het bijzondere bezoeken. Ja. Want iemand heeft er echt over nagedacht waarom hij of zij deze weg kiest, anders dan te gaan tot het bittere eind. Zeker, zeker. En soms kan het bittere eind nog heel lang duren. Ja, 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 ja. Wat droevig is, zijn die mensen die eigenlijk als ik er kom niet meer aanspreekbaar zijn. Nee, precies. Die eigenlijk dan is het droevig. Lang aan het leven hebben gehangen. Dan is het droevig voor de omgeving in ieder geval. Ja, dan is euthanasie eigenlijk. Ja, precies, precies. Ja, ja. Maar ik, zijn er ik vertel tijdens de fysieke bijeenkomsten die we hebben gehad regelmatig een voorval van een goede kennis van mij die kanker had en het laatste stadium was. Afscheid wilde nemen met zijn hele familie en de scanarts kwam op bezoek en die vroeg, heeft u ervaring met euthanasie? En toen zei hij, nee dokter, het is voor mij de eerste keer. En ik moet zeggen, behalve dat dat natuurlijk een heel leuk grapje is, geeft dat ook aan dat iemand ook zo langmoedig nog kan zijn tot op het laatste moment. Ja, en daar moet je dan eigenlijk heel veel bewondering voor hebben. Ja. Voor mensen die zeggen, ik kan niet meer, het houdt op, maar ik wil het op een goede manier doen. En zo. Ja. Dat is toch eigenlijk ook de waardigheid die jij alsmaar herkent ook in dat hele proces. Dat je gewoon bij het volle bewustzijn afscheid kunt nemen van... En dat Nederland vaak ten onrechte in het beklaagde bankje zit als het gaat om dit onderwerp. Hè? Dat je zegt, nou, hoe zorgvuldig wij ermee omgaan, daar kunnen anderen misschien nog... Of is dat niet zo, een puntje aanzuigen? Nou, het is niet zo dat in landen waar ze geen wetgeving hebben, er nooit de dood wordt bespoedigd. Precies. Want westerse geneeskunde is zo waanzinnig goed dat we mensen heel lang in het leven kunnen houden, maar wat ook gepaard gaat met lijden. Ja. Dus in landen waar dit een totaal taboe is, daar gaat het met de deur dicht en de gordijnen dicht. En dan moet je hopen dat die dokter goed weet wat hij doet. En dat de juiste middelen gebruikt. Ja. En dan is het de vraag of het op verzoek van die patiënt gaat. Wij zijn niet de huichelaars die anderen misschien wel zijn in andere landen. Nou ja, het is natuurlijk ingewikkelde materie. En het is, maar er zijn steeds meer landen waar men zegt, dit is een optie die we mensen willen bieden. In Spanje, nota bene een Rooms-Katholiek land, is sinds kort euthanasiewetgeving van kracht. Dat het mogelijk is om te vragen om actieve levensbeëindiging wanneer je ondraaglijk lijdt. Ja. Dus er zijn steeds meer landen die mogelijkheid ook willen bieden aan mensen. Ja, 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 precies. Is jouw ervaring als scanarts dat je vaak in een bepaald soort huis binnenkomt waarvan je zegt, nou, het zijn allemaal mensen bijvoorbeeld in de binnensteden of van een bepaalde politieke overtuiging. Want zo liggen de scheidslijnen in Nederland eigenlijk wel natuurlijk nog als het over euthanasie gaat. Nou, dat weet ik niet.
In mijn ervaring, en dan werk ik in deze regio, zeg maar. Ja. Nou, die is wel heel groot hoor, maar er is niet dat ik zeg, het is alleen voor mensen in een hogere sociaal-economische klasse of de enige Marokkaanse mensen, niet-Westerse mensen, die zie je niet met deze vraag. Nee. Maar eigenlijk verder alle soorten en is dat en maten, omdat dat taboe is of omdat ze het niet weten? Nee, ik denk dat laat. Dat eerste. We hebben daar onderzoek naar gedaan, naar palliatieve zorg bij mensen met een migratieachtergrond en wat hun ideeën en wensen daaromtrent zijn. En dat heeft ook heel veel te maken met geloofsinhouden. Het idee dat dat niet mag van Allah. Ja. En dat het lijden wat er op je weg komt, dat je dat op een andere manier draagt. Ja. Dus, maar de term euthanasie, ik denk dat het gros van de bevolking in Nederland, inclusief onze mede-Nederlanders met een migratieachtergrond, de term wel kennen. Maar de precieze ins en outs ervan, die zijn natuurlijk voor heel veel mensen. Nee. Nou, die hebben deze uitzending nog nodig. En nu snappen ze precies wat. Ja, nou, ik moet nog even bijzeggen dat er ook al nu alweer plannen zijn om deze soort uitzendingen, om die toch met Sleutelstad nog te gaan vervolgen. Maar dan inderdaad voor die groepen. Van wat we dan vroeger allochtonen noemden en niet-westerse. En nu heb je er bijna geen woorden voor, maar iedereen weet precies waar het over gaat. En dat je dan ook probeert om dat in de eigen taal bijvoorbeeld te gaan doen. Want ik denk dat dat ook juist wel weer dringend noodzakelijk is. Het is een beetje een zijweggetje, maar toch, dat zien we met de vaccinatie bijvoorbeeld, dat we het ook op een andere manier zouden moeten proberen. En deze soort voorlichting misschien, is dat nodig? Wat vind je dat? Vind ik moeilijk te beoordelen, want ik zie natuurlijk niet de andere kant. Nee. Ik zie alleen maar de mensen die bij mij komen. Ja. Ik denk dat het zeker zinnig zou zijn om de informatie over te geven. Ja, want het is natuurlijk toch in die zin nog redelijk eenzijdig. Je komt in alle sociale lagen en klassen kom je binnen, maar dan toch wel in wat we dan maar noemen de westerse samenleving. Ik heb 8 jaar in zo'n regionale toetsingscommissie euthanasie gezeten en beoordeelde dus achteraf de uitgevoerde euthanasie. Maar ik ben mensen ook met een islamitische achtergrond en ook Hindoestanen tegengekomen. Dus dat komt wel voor. Oké. Ja, we hebben de afgelopen 5 uitzendingen hebben wij heel veel vragen gekregen van mensen. We hebben die vragen ook geprobeerd zoveel mogelijk aan de orde te stellen. Het zou kunnen zijn dat u nog steeds vragen heeft. U kunt die vragen altijd, dat weet u, altijd nog stellen. En als we ze niet in de uitzending kunnen behandelen, dan doen we dat in ieder geval wel aan u persoonlijk. Dus als u naar keuzes@sleutelstad.nl de vraag stelt, dan garanderen wij dat u met respect en zorgvuldigheid van ons antwoord krijgt. Ik hoop dat u dat de afgelopen 5 afleveringen van ons toch wel heeft ervaren. Dat zeker wel. We zijn zo langzamerhand dus aan het eind. Is er nog iets, Philomeen? Ik vraag het alleen maar omdat je zo'n mooie voornaam hebt. Philomeen, is er nog iets waarvan jij zegt, nou, dat wil ik nog graag even kwijt? Nou, misschien nog wel dat het niet alleen om oude mensen gaat die voor euthanasie gaan, maar ook jongeren die eenzelfde afweging kunnen maken. Oké. Omdat ze in een vergelijkbare moeilijke situatie zitten. En die hebben recht op uiteraard dezelfde behandeling. We zijn nu echt aan het eind gekomen. En in die zin is het misschien toch een opluchting om te horen dat wij al die uitzendingen die wij tot nu toe hebben laten zien, dat die ook herhaald worden. Dus ook deze uitzending zal weer in de komende week iedere dag weer worden herhaald. Ik moet Dorothea natuurlijk, ik bedank jou, Philomeen, maar ik moet Dorothea extra bedanken voor alles wat ze ons heeft geleerd de afgelopen 5 uitzendingen. Ik moet ook het ouderenberaad die het initiatief hiervoor heeft genomen hartelijk danken. Rianne voor de gewetensvolle wijze waarop ze het allemaal heeft geregistreerd. Sleutelstad en u natuurlijk, vooral ook kijkers, voor het feit dat u heeft gekeken. Dank u wel.